Wagwan iedereen, welkom bij de tweede episode van Champions Classics. Als je nog niet weet wat deze podcast is, dat is eigenlijk een podcast waarin wij, KUKA Sport, you know, door de archieven van Proximus Pics gaan en eigenlijk op zoek gaan naar de beste seizoenen, de beste jaren, de beste runs in Champions League history. Ik ga dat niet alleen doen vandaag. Vandaag zit ik met Sint-Niklaas' finest, <laughs> <laughs> Marcus Capenda, en met de enige. Echte, de eloquentste van Antwerpen, Jean Bieber. Damn. <laughs> Boys, Porto 2004 is het onderwerp van vandaag. Dat is de ploeg die we een beetje gaan, niet analyseren, maar gaan bespreken. Ja. Um, Marcus vroeg dat net aan mij: van ah, is dat je. U... je vroeg het niet, maar wat is het gesprek van? Is dat mijn vroegste voetbalherinnering of zo? Mm -hmm. En ik denk dat eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat dat Champions League jaar met Porto, maar ook met Monaco, <laughs> <laughs> um, absoluut mijn, mijn jongste herinnering is het ja. eigenlijk. En uh, dat is zo de e zo misschien zo het eerste jaar waar ik ook zoiets heb van: ah daar waren echt heel veel spelers waar ik zoiets had van. Mm -hmm. Ah, wauw, snap je? Ja. En Euro 2004 mm -hmm. kwam er nog bij en zo van die dingen. Um, maar Marcus, is iets, iets jonger. Ja, ik ben een andere generatie. Bij jou lag like het, het op 2006. Ja, zo 2006, WK 2006. Mm -hmm. Het grappige is dat ik 2004 het EK mij wel herinner, zo die finale, mm -hmm. en dat ze dan toen verloren. Maar wat Porto betreft zijn zo: je hoort de verhalen toch? Ja, ja. En zeker wij, ja. als we in bepaalde discussies treden, of ja. het nu om coaches gaat, is het dan: oh maar Mourinho won in 2004 met Porto. Dus mm -hmm. op die manier kende ik Porto. Maar zoals je zegt, Monaco is eigenlijk een beetje de dupe van ja. die finale. Want het zijn twee underdog stories, we hadden even goed over hun kunnen spreken vandaag. Maar het zijn de nee. twee laatste underdogs die ook gewoon een finale tegen elkaar uitspelen. Ja. Net door ik denk dat we inderdaad finales hebben gehad met een underdog. Maar zo'n echte underdog-finale, ik ja. kon er me ook geen herinneren. Dus of ik lang geleden geen... dat er van dat niveau eentje is geweest. En uiteindelijk is het gek, want ja, we kunnen het, als die match anders verloopt, hebben we het over Monaco. Maar ook bij Porto, als je kijkt waar ze van komen, gewoon het seizoen daarvoor, ja. ze we winnen wel vier bekers. Ze pakken de dubbel ja. in eigen huis, winnen de Supercoppa en ze winnen de Europese. Uit Europa Cup 2 op dat moment, dus de Europa League. Ja. Dus zij hebben eigenlijk dan hun, hun, hun kleine treble eigenlijk al beet. En dan ja, is de vraag van, kun je nog beter dan dit? En we gaan er niet over praten. Dus ze hebben het uiteindelijk wel iets gigantisch nog steeds overtroffen. Mm -hmm. En we moeten het ook natuurlijk zeggen, die Champions League campagne is dan mee met het jaar ervoor, hè, wat Gilles net ja. zei. Eigenlijk, ja, the emergence of the special one. Yes. José Mourinho. Mm. Die eigenlijk gewoon in Europa komt en... Ja, echt als een orkanus. Ja, meteen overgenomen. Snap en dan daarna Chelsea, voor mm -hmm. de mensen die het weten en daar mm -hmm. ook gewoon alles stuk maakt. Um, maar vandaag gaan we het over Porto hebben. En we hebben ook gekozen om er een paar spelers of namen uit te pikken die we eigenlijk van de groepsfase tot aan de finale volgen, ja. omdat die heel belangrijk zijn geweest. Uiteraard, José Mourinho. Um, maar Gilles, toen we aan de voorbereiding begonnen, had het meteen over Deco. Ja, man. Ik heb zo. Heel veel interviews van Mourinho ook bekeken en heel veel uh, de wedstrijden hebben we uiteindelijk ook bekeken. En Deco was echt die nummer 10 die daar eigenlijk zijn naam een beetje maakte op het op internationaal platform. En eigenlijk ook een, beetje, een beetje gelijklopend met Mourinho, um, omdat Deco nog niet de superster was die hij uiteindelijk is geworden. Maar hij was, zo, hij was een beetje tegenantwoord op, op, ja, op, op de topspelers die er al waren. Het was een Braziliaan, maar hij speelt dan voor Portugal. Mourinho was dan eigenlijk ook een beetje de tegenbode, iets poëtisch misschien zelfs de tegenbode op Guardiola, die dan ook zijn, zijn rise in het voetbal was aan het maken. En die dominant voetbal speelt, terwijl Mourinho echt ja, gekend was als een omschakelcoach. Een coach die echt alles behalve mooi voetbal wilt spelen. Dat is nooit zijn prioriteit. Zijn prioriteit is altijd gewoon winnen. En die twee hebben elkaar ja, magnifiek gevonden. En dat getuigt ook van de campagne die Deco dat jaar gewoon speelt. Ik denk dat hij bijna in elke ronde, van, van de voorrondes tot en met de finale, een doelpunt of een assist had in bijna elke wedstrijd. Dus. Hij was gewoon een van die draaischijven van die ploeg mm -hmm. en hij was zo belangrijk. En ja, deco is, is daarom voor mij gewoon de speler. Als we het hebben over speler, want ja. ik denk dat Mourinho de centrale figuur bij bijna iedereen is, maar van spelers is deco voor mij gewoon die man. En dat is ook iets wat ik mij bedacht, zo, de Champions League vroeger ten opzichte van nu, ja. was dat voor mij zeker toen zo. We waren nog niet op die YouTube-hype en zo. Snap? We waren ja. nog niet op zo, Heb je dat gehoord? gaat die zijn beelden bekijken of zo en voor mij was de Champions League zo het moment dat ik zo heel veel spelers kon ontdekken of zo. Ja. Dat geworden een porto ja ik, ik. Ik weet niet eens of ik dit kampioenschap kon zien. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Snapte Maar dan Porto kwam zo in de Champions League en dan zo Deco, Maniche, yeah. uh, Benny McCarthy. Yeah. Dat zijn zo spelers die mij echt zijn bijgebleven. En bij Monaco had ik dat ook met zo Ludovic Jolie, ja. Patrice ja. Evra en die dingen. Ja. Is dat iets dat jullie ook zo nog ervaren van vroeger? Van, ah, je moest naar de Champions League kijken om zo bij kleine ploegen zo die spelers te gaan ontdekken? Ja, ik denk we de twee opties. Ofwel heb je een of andere satelliet, <laughs> waar, <laughs> je, waar je de dingen, uh, de, de wedstrijden en de spelers kunt zien. Ofwel heb je een PlayStation bijvoorbeeld. Je? Bij mij, Ik, ik heb ja. dat niet meegemaakt, dus bij mij zo terugkijken nu naar die beelden. naar sommige spelers als zo maniche, ik, ik kan me herinneren op ps 6 of zo. Mm. Dus dan heb je lang haar met, uh, met de haarbal. Ja, dus ja, ja, ja. Dat was voor mij wel grappig om zo, om zo terug te kijken. Maar dat is wel een beetje de magie geweest. Je mm. we, hadden niet, we konden niet alle wedstrijden ja. de spelers ja. zien of herbekijken. Dus je moest het hebben van die speciale Champions League-momenten. Ja. En dit is woensdag, dat, waren echt, dat was de dat van de Champions League. Hè. Maar dat is ook een beetje de magie die. Denk Europa League heeft die vanaf dat Sevilla zo drie keer op raad gewonnen tot, tot eigenlijk nu een beetje. Had Europa League dat voor mij. Nu zelf, omdat ik ook als Sportheer zit, zitten we volgen voetbal ja. veel meer en veel mm -hmm. uitgebreider in. Ik bedoel, tegenwoordig, als er een talent zit in de tweede klasse in, in Spanje, dan weten de mensen op, op, op voetbaltwitter bij wijze van spreken mm -hmm. het ook al. Dus er ja. zijn geen geheimen meer. Maar dat is zo'n beetje de magie die de Champions League vroeger had. toen niet alles te bekijken was. Europa League heeft dat ook gehad. En ik vind een Conference League. is dat nu in zijn eerste jaren. Ja. ook een beetje aan het worden van ploegen ja, zegt, van gezegd ah, Of middenmoot Italië. of middenmoot Engeland. of de, de goede ploegen uit, uit de niet-top-vijf competities. Ja. dan van. ah oké, okay, daar zit die speler. daar zitten uh -huh. een paar leuke spelers. En, en zo gewoon ja, het voetbal herontdekken bij van ja. spreken. Maar ik denk dat deze campagne ook daar een mooi voorbeeld van is. Van, en we gaan het erover hebben vandaag. Maar als je kijkt naar de ploegen die op het pad van een Porto komen, bijvoorbeeld Deportivo La Coruña, ja. Lyon. Weet je, je ja, dan Manchester United, Real Madrid. Maar zo Lyon en Deportivo La Coruña bijvoorbeeld. Ja. Ik denk heel veel jongeren nu, die gaan naar die ploegen kijken en zoiets hebben van. Eh, snap je? Maar die, die beseffen niet van wat PSG nu is, bijvoorbeeld voor heel veel jongeren. Ja, Onze Lyon generatie ja, was ja. gewoon Lyon, snap je? Ja. Dat was. Dat was en dat vond ik wel hard. Hij had zo, ja, je hebt campagnes met Villarreal ja, en wat is het allemaal. En spelers hadden die ook Forlan en zo. Ik vond dat hard man. Maar als we dan terugkomen naar dit porto, ja. Gilles heeft het al een beetje aangeraakt. Maar wat maakt dit porto zo speciaal? Weet je? Mm -hmm. Ik denk voor mij, als je, als je, zeker als je terugkijkt um, en als je een beetje weet ook hoe Mourinho te werk gaat, die heeft in Portugal echt um, zijn coachingstijl een beetje ontwikkeld. En twee dingen die eruit sprongen voor mij was één mentaliteit. Mm -hmm. En dat zag je in zijn charisma. Die heeft heel veel aandacht besteed aan het psychologische, snap dat? En ik heb het gevoel dat Porto mentaal heel Over sterk weinig. was als underdog. Ja. Snap je? Iets wat we vaak zien bij de underdog is wanneer het moment te groot wordt. Dat je dan uiteindelijk ja. dat moment hebt, ah, oké, okay, het was een mooie run en het is gedaan. Terwijl ja. bij Porto zag je hoe crucialer en hoe groter ja. de wedstrijden. Als het niet Deco is, is het Maniche, is het Costinha. Iemand is ja. dan een step-up. En dan tactisch, Mourinho, geniaal, dat weten we al. Maar zeker in die tijd. Ik denk dat hij heel studieus was. Die, die ging ja, heel specifiek inspelen op de tegenstander. Ja. En dat was toen nog niet even populair als nu. Nu is het echt gameplanning. Ja, ja. Maar dat zijn wel twee dingen volgens mij die Mourinho in ja. die ploeg heeft gebracht, die hun. Zo, zo, zo goed hebben doen presteren. Net of is. Maar ik denk dat je nu echt drie namen hebt gegeven die heel vaak terugkomen vandaag: <laughs> valt, eh? Costinha, uh, Maniche en uh, Deco. Ja. Ik stel voor dat we naar de beelden kijken van de groepsfase. We hebben er een ja. paar uitgepikt yes. waar vooral die jongens een beetje uh, ja. uitblinken. Ja. En Gilles, je mocht er wel ook een beetje context geven bij hoe die groepsfase is verlopen, want die is eigenlijk niet zo goed begonnen voor Porto. Eerst zoals we zien: Porto begint eigenlijk moeilijk aan hun groepsfase. Ze beginnen hmm. met een verlies uit de Partizan Belgrado. En een gelijkspel op Real Madrid en dan heeft hij een verlies op Real Madrid en een gelijkspel op Belgrado, sorry. En dan heeft iedereen het gevoel van, ah, we zijn een beetje tegen onze limiet aan het boksen. En het is moeilijk aan het worden en het gaat misschien toch niet lukken om te herhalen wat ze net hebben gedaan in de Europa League. Ja. Maar je ziet het hier ook op stilstaande fases en op ja, van, die, van die typische Mourinho-momenten. weet je. Iemand, iemand die aan de tweede paal blijft hangen bij een stilstaande fases, ja. van die dingen, dat is, dat is de voorbereiding die, die Mourinho heeft. Die, Speciale coaches zoals in Bielsa ook hebben. En hier ziet je ook meteen Deco, ja. Costinha. Yes. Mm -hmm. En we kunnen het ook hebben over die keren, want uiteindelijk, denk Porto is, is ja, een van die laatste Champions League-ploegen ook die niet zomaar bijeen is gekocht. Echt ja. doelbewust gekocht. Ik denk de enige versterking tegenover het Europa League-team was uh, Benny McCarthy, die van Celta Vigo kwam. Vooral als je kijkt naar met wie zij in de groep zitten, dat was het doorbrekjaar van oh. Dortmund met Marseille. Ja. Dat was uh, Zidane, die aan die Galacticos was toegevoegd met, met Raoul, Vigo. Uh, Ronaldo zat er al bij, ja. Guti zat er al bij, Beckham, Beckham was erbij gekomen, Salgado zat er ook al. Dus dat waren echt wel teams die ook on the rise waren, ook allebei gewoon konden meedoen voor die titel. Maar ja. als je dan ziet wat de Porto heeft kunnen neerzetten, is gewoon een fantastische prestatie. Doelpunt van Maniche hier. Stond ervoor gekend uit die trap. Ja, maar dat was echt. En dat was iets wat ik me ook afvroeg eigenlijk. Hè. Vooral hmm. omdat ik die beelden van Deco en Maniche zag. Van ja. Die tijden waar, was dat zo. De, de Golden Era voor zo scorende middenvelders. Ja, de Junillos van de wereld. Ja, man en ja. de Lampards en ja. de Gerards. Ik denk Deco hier met een assist en dan ja, één tegen één. Derlei. Dat is ook zoiets van, van Porto had eigenlijk wel een goede kern. Hè? Want ja, ook invallers ja. die waren heel belangrijk mm -hmm. in, in die campagne. En ja, hier Deco, ja, nummer 10. Hè? <laughs> Daarom is saap, hè, wat je zegt van, van die, die scorende middenvelders. Deco is, zo, dat is zo die, die dying breed, die generatie ja. waarmee wij zijn opgegroeid, zo die nummer 10's echt nog. Dat zie je vandaag bijna niet meer. Hè. Deco is daar dan een goed voorbeeld van. Mm -hmm. En over die groepsfase ook. Ze, ze halen dan uiteindelijk nog een 9 op 9 door te winnen. Ja. Twee keer van Marseille en ook nog een keer thuis van Partizan Belgrado. En daarna hadden ze op een, aan een gelijkspel tegen Madrid een 1-1. Hadden ze genoeg om te overwinteren. Dus moeten toch wel zeggen, ze hebben, het, ze hebben het ook moeten afdwingen, ze hebben ja. een goede reeks moeten neerzetten in die groepsfase. En je ziet hier ook gewoon de doelpunten komen van de, ja. de velders, zoals ze net zei, dat het moet, het moet langs alle kanten. dat is het eerste beeld dat we <laughs> dat vandaag van, van Mourinho. Maar ik vond het belangrijk dat er, er ook in kwam in die beelden. Precies, ja. ja, stilstaande fases. Ja, stilstaande fases, heel veel doelpunten zo gescoord. Ook altijd Deco die, ja. die, die ja, achter de bal staat. Mm -hmm. Maar Mourinho, wat, wat Marcus daar net zei, ook die mentaliteit snapte. Mm -hmm. Ik had bij Porto echt het gevoel dat zij in elke bal geloven of Ze geloven ja. altijd wel dat er een momentje gaat komen. En dan zijn het dit soort doelpunten, weet ja. je. Corner, je speelt geen fantastische wedstrijd, maar dan gewoon hey, pff, binnen rammen, weet wedstrijd. Gewoon die wedstrijd te winnen. Hè. Ik denk dat dat, dat, dat is de key doorheen Mourinho zijn hele carrière ook geweest Ik weet dat hij die, die gekke statistieken dat hij drie jaar op rij geen thuiswedstrijd heeft verloren of ja, zo. Ja. Dat, als je dat bekijkt, dat klinkt als een freakresultaat. snap je? Maar mm -hmm. uiteindelijk, hij is ook gewoon een overwinnaar en hij heeft wel zoiets van. Snap je? Als je, als je niet kunt winnen, zorg dan de mensen dat de andere ook niet wint. Mede door die resultaten heeft hij, heeft hij het ook gehaald om, oh ja. om die Champions League te winnen. Nu campagne heeft uiteindelijk maar één keer verloren, uit de ja. Real Madrid. Ja, voilà. Maar dat is, ja, dat is een beetje het typische, dat is ook het gevoel dat, dat is daar begonnen, natuurlijk, maar dat is het gevoel dat ik bij Mourinho altijd heb, van die, mm. die, die moet niet per se winnen, maar die verliest niet. Mm -hmm. Die verliest echt niet. Ja. <laughs> of dat ja. gaat zo enkel zo in... En zelfs finales, ja, even nu. In de, conference, en in de Europa ja. League zijn eerste finale verloren. Maar dat is, zo, dat is een coach die... Ja, ik denk zelfs ook in dat jaar die kwam toe en die las gewoon heel goed hoe alle grote coaches aan het spelen waren. Ja. Want in de volgende ronde, en dat zullen de volgende beelden zijn, ja, komen die Manchester United tegen. Ja. Dat, is, dat, is, dat is Sir Alex Ferguson, ja. snap ja. Maar hij vindt toch weer een manier nee. om dat te gaan counteren En zo. goed ja. dan... opgeleid ook. Hè. Ja, en dan... dat is waar. Daar kun je geen psychisch over hè? zeggen. Dat Catalaanse school. Nee, nee, zeker, nee. <laughs> zeker. Zeker, Drappen. zeker, Dus die jaren als assistent, denk ik, hebben wel geholpen bij. Ja. Het was tolkassistent bij, bij. Wie is het? Van Galen. Bij Van Galen. Ja, daarvoor heen. nog uh, Robson. Maar, ja. dus maar is die... het dan niet interessant dat hij van een zo'n andere, andere aanvallende ja, ja, school komt? Ja. ja ik denk dat hij ook gewoon weet wat zijn, wat zijn de flaws in die school, snap je? Wie, ja. wie weet beter hoe je iets moet verslaan dan diegene die dat erbij was toen het werd gebouwd, snap je? Dus ja. ik denk dat hij ook altijd een beetje dat wrok dat tegenover, tegenover Barcelona heeft gekoesterd. Omdat een, 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 een Guardiola werd wel gezien als een van die opvolgers ja. van Kruijven van, van En Xavi wordt nu ook zo gezien. En hij paste niet echt in die school. Hij is nooit een groot voetballer geweest. Dat is hem, ik heb zelfs nog een paar keer in zijn carrière ook verweten geweest. Ik naar Ramos een ja. keer in een kleedkamer tegen iemand gezegd van, maar je snapt het niet, want je hebt nooit op dit niveau gespeeld. Mm -hmm. Dus hij heeft altijd wel zoiets gehad van, die arrogantie komt wel van ergens van en ik moet mij bewijzen en ik werd maar binnengehaald als een tolk en ik heb de Europa League gewonnen en de Champions League en daarna ja. de Inter nog en nog steeds, krijgt hij nooit niet overal het respect dat hij vindt dat hij verdient. En je kunt zeggen wat je wilt van Mourinho als coach, maar overal heeft hij wel ja, zijn, hij zijn strepen gewoon verdiend en, en bewezen dat hij grote dingen kan neerzetten. Ja. Voordat ik... Naar Marcus ga wil ik nog een vraag stellen aan Gilles. Yes. Ze geraken dan uit die groepsfase. Mm -hmm. Loting, <laughs> Manchester United. <laughs> er zijn misschien nu kids die weet je, 17, 18, 19 zijn. <laughs> en die zo horen spreken over het United van toen. En die nu United wil zien terugkomen naar waar ze moeten staan. Ja, maar leg uit aan die mensen of aan die jongeren van in die jaren tegen United vallen. <laughs> bro, wat das, betekent das, dat voor jou? Dat is wat nu City is. Mm. Want United was toen van die ploeg van kunnen we die vermijden of kan, kan, kan Barça of in ja. uitschakelen of gaan ze misschien tegen Milan komen? En, en, snap je, de grote ploegen en Manu was er altijd één van. Ja. Dat is ook de, de enige club die, uh, niet de enige club die twee trebbels heeft, maar Ferguson heeft daar een treble mee gewonnen. Ja. Um, heeft, heeft dan, wat was het, in, in, in de jaren in, 2000 ook nog eens, 2005 of zo was het ook een treble, weet ik niet. Ik denk dat hij twee, nee, keer, de treble twee, twee, twee keer een treble ah. heeft gewonnen ofzo. Hij, hij heeft maar één keer een treble gewonnen. Gelukkig hebben we een United Watcher achter de schermen. <laughs> <Yes>. <laughs> maar hebben dus inderdaad ah. Ferguson en dat United was gewoon zo'n fantastische ploeg. Mm. En hij heeft al die spelen, net wat we over Mourinho zeiden, hij heeft echt gasten over kunnen laten presteren. Als je kijkt naar welke ploegen dat Champions League hebben gewonnen, dat Trebles hebben gewonnen, mm. daar is dat echt, ja. Misschien qua talent was dat niet het, het, ah, ja. het United waar je van droomde, want hij zei op een bepaald moment: oh, ah, we hebben nog geld over. Nee, nee ik zet wel mm. vijf Young Boys. En, ja, uiteindelijk winnen ze, nog steeds, winnen ze die derde titel op rij ook. Dus dat is gewoon zo'n grote coach, dat is zo'n grote club, dat is gewoon een instituut waar je aankomt. En je weet op voorhand, eigenlijk al van in de in jaren 90, begin jaren 2000, gaan we daar naartoe like, proberen, proberen het leed te beperken. Ja, ja, ja. Zodat je zeker als Porto zijn. Dus ja. Wat ze daar uiteindelijk neer hebben gezet, we zullen nu ineens de beelden zien, uh -huh. is, is gewoon fantastisch, toch? Belangrijk om context te geven: de hele wedstrijd winnen ze ja. van United 2-1. Maar iedereen heeft zoiets van. Ja, dat is schattig. Maar je moet nog naar Old Trafford, mm -hmm. de Theater of Dreams. Um, en het is daar vooral dat eigenlijk een mirakel gebeurt. Wa ja. Als je het resultaat ziet, zou je misschien niet direct kunnen snappen van waarom is dat een mirakel? Maar daarom dat ik zo wel laten ja, kaderen van ja. wie was die ploeg toen ja. snapte als Porto zijnde naar Old Trafford gaan. Mm -hmm. Ja, met, met jongens als Coles en wat is het allemaal die daar rondlopen, ja. verwacht je eigenlijk gewoon zoals wij zeggen, pakjes. Maar we kijken even wat er dan op Old Trafford gebeurt. Ik zei het alweer, op 3, dat is gewoon zo'n ah, fantastisch. Weet je wat ik indrukwekkend yeah. vond aan deze goal? Is hoeveel mensen van United in de box stonden. Mm. Dat is ook typisch Ferguson, Ferguson. Gewoon zoiets hebben van laat mij eens dromen en, en zonder al te tactisch staan misschien ja. te moeten zijn, soms gewoon zo'n goede motivator zijn om de gasten erin toen te geloven. We zien dat hier School scoort in minuut 32 zijn eerste de 1-0. Ja. En op dat moment. Zijn ze door, hè? Ja, ja, zijn ze door. En heeft ook niemand het gevoel van. Ah, Porto gaat hier nog een resultaat ja, neerzetten. Ja, ja. Mooie combinatie linkerflank. Wow, maar zie is snap mooi je, Skol staat daar. Neville staat daar. En ze zijn we bij vier, hè? Van Nistelrooy staat daar. Ik bedoel. Dat is, dat is, Amazing, ja. man. Dat is zo'n fantastische ploeg. En ik denk ook dat zij waarschijnlijk een van de favorieten zijn voor die eindwinst. Ja. Als zij niet tegen Porto onderuit gaan, mm -hmm. Ferguson. Wat, Wat Andi zou Andy zal zeggen, die, die coachte ook mee op Aura. <laughs> ja. Maar dan. Weer stilstaande fase. Post tien jaar. Mm. Amazing. Nee. Porto die de hele match heeft achtergestaan eigenlijk. Mm. En dan op één minuut van het einde. Dat is ook het beeld waar dat die, die legendarische. Kijk, ja, kijk hoe lang uh, dat ook duurt, je? Als supporter die ik meemaak, is, is echt pijn en dan binnen. En dan die, snap je? die rebound van Costinha die erin gaat en dan zie je de legendaarse beelden van ja, Mourinho. Ja, ja, Hoe hij op Old heeft die, die viering beginnen te doen. Snap je, vandaag dat zijn memes. Ja, Hier uh, is de history. Dat is <laughs> <snap je? laughs> history right there That's man. Snap this is football heritage. <laughs> <laughs> ja, <dan. laughs> maar ook daar terug is zo... Dat is wat Marcus daar net zei. Zo, hè, wat, wat Mourinho in die ploeg heeft gestoken. zo Het geloven en het ja. blijven geloven. En. en Het geloven dat ze maar één kans nodig hebben. Dit is uit zijn carrière misschien het beste voorbeeld van, van die mentaliteit, snap je? Ja. Van je moet niet mooi spelen, je moet niet 20.000 kansen hebben, je moet gewoon Ja, de enige kansen of de enige kansels die je krijgt, moet je mm. gewoon binnenmaken, alleen binnenscoren. Ja. De keeper maakt een fout, 1-1. En het grote United ligt eruit. Ja, ja, ja. Dat is misschien de enige overlap met United van vandaag. De keeper, ja, we zaten nog een keeper in daar, bar. <laughs> <laughs> dus <hadden> we... <laughs> Kijk, deze historische. <laughs> Geen ah, Helsing, ja, in die sport Dat ja, ja. is fantastisch, man. <kacht> ja. Maar dat is ook voor mij. Moest ik Mourinho beschrijven in een beeld, ja. dan is dat ook ja, voor ja, mij. Ja. Maar die met interop in, in Camp Nou was, was ook wel ja, ja, ja. ja. iets. Die, die was een beetje te veel van het goede. Een beetje te veel <laughs> van het goede, morale. He. Dat was Mourinho die er zo nog een beetje op van hé, jullie zijn vergeten, jullie willen mij eruit maar ik ben die guy. die heeft echt een hele carrière met chip op zijn shoulder gecoacht. En dan zou je verwachten: je hebt United uitgeschakeld. Het wordt nu iets makkelijker, mm. maar het zal niet waar zijn. Dan val je tegen Lyon. En ook daar, Marcus, mm -hmm. weet je, voor misschien de, de jongere gasten. Ik zei het daarnet, wat PSG nu is, ja. dat was Lyon eigenlijk vroeger. Ja, denk ik, ja. Dat, is, dat is nog... Ik denk, hier zitten we in het begin van hun, hun dominantie. Uh, gaan ze echt ook een paar jaar... Zeven jaar op ja, rij. Een, een goed aantal jaar op rij die die, die league aanwinnen. Avisly uh, Juninho kent iedereen daar wel. Um, Sidney Govu. Malouda. is dat Denk ik niet. Uh, Oeh, dat is een goede vraag. Essiena is jij eens langs daar gepasseerd? Sidney ook. Ja, maar hier is nog net ervoor, denk ik. Hè. Die... Ja, maar als het gaat over de hele ja, run ja. van. Ja, Michel Bastos, Lisandro Lopez. Dat is zeven jaar echt gewoon een dynastie geweest. Ja, ja, ja. En dan hebben we het dan. nog niet eens over Karim Benzema. Snap je? Ja. Die komt dan. Ja, nee, Lyon. Dat's, dat's, dat was een probleem. Dat is de man. grootmacht van Frankrijk geweest, early 2000s. Dus dat is geen gemakkelijke opgave. Ja. Zeker als Porto zijn uiteindelijk. Je hebt geen gemakkelijke opgave nee, in de Champions League dat jaar. En ze hebben ons eigenlijk een heel leuke heen en weer ja, ja, ja. affiche wedstrijd gegeven. Ja. Te mm -hmm. Met terug twee of drie jongens waar we. Eigenlijk de hele episode over hebben. Deko in het man. Nou, in die, die twee strijden was het voor mij echt gewoon deco man. Ik denk dat het, het ja, was ja, ja. 2-0 en 1-2, maar hij is bij elke goal betrokken ja, geweest ja, van Porto. Ja. Waren het geen doelpunten, waren het assists. En zoals ik het zeg, echt een team die in de omschakeling zo goed is. En dat is misschien een beetje de, de, zo de ode aan deko. Een team zijn in een dominante ploeg is iets, maar een team zijn in de omschakeling, dat betekent dat je vier, vijf tijden minder hebt om te spelen. Mm -hmm. Dat je waarschijnlijk ook. Twee minuten minder balbezit hebt, als je zelf aan de bal ja, bent op ja. een match, om dan te zeggen: Van ik, ik werk mee aan vier doelpunten in, in, ja. in een kwartier naar de Champions League uiteindelijk, dat is, ja. dat is, een, dat is een run waar, van kinderdom. Ja, ja. ja. Maar ik geloof ook, weet je, en dat is wat ik ook wou zeggen over vroeger, zo, hè, waarom ik zei: Van ik, voel, ik had het gevoel dat je spelers ontdekte. Mm -hmm. Ik had ook het gevoel dat wij referentiematchen hebben gezien van een speler die hem een transfer. Ja. Mm. Hebben, hebben gefixt. Ja, Snap ja. Je ja. Wat dat je nu veel minder hebt, volgens mij. Ja. Maar vroeger kon je zo echt zeggen: van, Ah ja, ik heb een twee de, de, keer zien spelen nou, tegen ja. United. Volgend jaar is hij <laughs> ja, weg. Ik moet je wel je zeggen: <laughs> bij, uh, de laatste bij wie dat ik dat dus heb meegemaakt was eigenlijk Mbappé bij Monaco. Die was echt zo van ja. Naam. Ik denk dat in Frankrijk was dat wel een naam, maar voor echt het wereldpubliek was dat van oh, ja. Deze boy is 17 en hij, ja, is, ja, hij is Manchester ja. City nu al. Ja. Like, ja, is... Hij en Bernardo Silva toen en, en Valère Germain. Uh. Falca, we hebben die hele ploeg opgeroepen. Uh. niet te veel voor Monaco, maar ik moet het zeggen bij Porto ook. Dat, wa dat waren jongens waarvan dat wij in België. Er was niemand waar dat wij ja. van droomden of zo. Mm -hmm. je? Maar om dan te zien dat uiteindelijk een deco die zelfs bij Porto uiteindelijk. Ja, de tien werd eigenlijk waar dat iedereen van droomde. en Die heeft natuurlijk het, het, het ongelukje dat hij. In ja, het begin van zijn carrière was Figo gewoon de man. En op het einde was Ronaldo de man. Dus je bent nooit echt de leider geweest. Maar hij was echt wel gewoon een van die boys die talent genoeg had. om, ja. om, om die leider daar te zijn. Nee, dof is. En Deco vertrekt na dat seizoen ook naar Barcelona. Ja, ja. Maar ja. ik, heb het ik heb het gevoel van. als je zou moeten zeggen van wat is de referentiematch. dan zou ik zeggen ja, die twee wedstrijden tegen uh, Lyon. Ja. Zijn waarschijnlijk voor mij de twee wedstrijden waar iedereen zoiets had van: Ja, die gaan we kopen. Ja, <laughs> ja, ja. Maar ik stel voor dat we de beelden opzetten. Um, en Jules, Deco was jouw speler, dus laat u gaan, zal ik zeggen. Yes, zoals ik zei, je ziet, je ziet elke keer in die, in die doelpunten van, van Porto: Het is vanuit de omschakeling of het zijn vanuit stilstaande fases. Dus het is niet per se dat, 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 dat meest dominante to -to. spel. Maar ja, het is dit. <laughs> Dat is uh, de goal van Dekok, voorzet van Benny McCarthy, die van Celta Vigo kwam, net voor de rust. Ja, dat zijn van die momenten ook. Gewoon, als coach weet je ook van het hele plan van je tegenploeg gaat veranderen. Want misschien had, had hij, een, had hij een, een plan gemaakt voor tijdens Rusland. Ah, Oké, okay, het is 0-0, we gaan het zo aanpakken. Komt hij ineens achter in Porto? Ja, en dan weet je dat het moeilijk gaat worden, want dan is er nog ja, die 2-0, weer een stilstaande fase. Hoe is het van. Uh, Deco. De het van, Deco? Ricardo. Deco, van Ricardo Carvalho. Die ook mede dat jaar ja. een van zijn tracéers krijgt. Niet te onderschatten. En die ook eigenlijk gewoon een Chelsea legend wordt. Hè? Mm -hmm. Ja, Dat hoe voilà. en, en dan is het 2-0. Uh, 71ste minuut. Dus Deco toch de man van de match ja. voor mij En ja, doop het en assist. En dan ja, is het enkel nog de terugwedstrijd naar, uh, naar Lyon. Dat is ook te klaren. Wat ik ook heel interessant vond mm. in. Um, bij de wedstrijden is bij de doelpunten van Porto blijft Jose Mourinho heel kalm. Mm -hmm. We hebben hem nu de eerste keer gezien, maar ik ga eerst deze pas. Oh, Kach. la la la, la deco. Dat is wat ik <laughs> zeg, broer. <laughs> een tijd minder, één tijd. <laughs> Bé, buitenkant man, woord, ja, buitenkant. Maar kijk, er komt, ik heb alle highlights erin gelaten, hè, want er komt een ja. andere Engelbroer. Benny McCarthy loopt offside. Kijk, hè. kijk, kijk omschakeling. Dus vertrekt van een, een interceptie. Hè. Ze knokken, ze krijgen de bal. En dat is wat Gilles zegt toch altijd uit omschakeling: oh, ja. mannetje voorbij. Maar kijk, dit. hè. Kijk, Benny ben Makaki gaat kwaadie kwaadie nu offside van, kwaadie van. Kwaadie kwaadie me, kwaadie ik Broer, allei jongen. jongen. Dat is een schip. plus, plus van Manny's. Dat is wat hij wil doen. En plus, die afverking van Manny's is ook boos. Ja. Ja. Echt een man die zegt: één tijd tanket. Je ja. ziet dat, dat komt van het trainingsveld. Snap je? Leg die bal terug, er vertrekt iemand en jij steekt die daar tussen. En kijk, en dit is nog. En ik vind het nog erger wat nu gaat gebeuren. Want het is weer Deco en het is weer bad Niet onderschat, het is mooi uitgespeeld. Buitenkant voet, Aye. vriend, maar allee, twe allee, ja, Twee keer, nee, <laughs> maar allee. Ja, weer manier. Manier. Nee, maar vriend, Champions League finale. Quartfinale, finale, je krijgt twee keer dezelfde ja. goal tegen ja. Twee keer Bad kan voet, twee keer Maniche. Als op de toon is geen geluk, snap je? Ja, ja, ja. Je doet het eens twee keer. En wat he? ik heb opgemerkt ook uh, bij de, de research in het algemeen, is Maniche elke keer dat hij scoorde, ging hij altijd naar de bank mm. of echt naar de supporters. Ja. Maar echt zo dicht mogelijk. Ja. Maar die ging heel vaak naar de bank en dat gaf mij ook zoiets van... Zeker in de, in de beginjaren van Mourinho is dat ja. wel zoiets van... Het team was het ja, team, ja, ja. snap je? Mm -hmm. Hij zorgde wel altijd zo voor, voor een, een, een soort sfeer in mm -hmm. de ploeg waarvan je ge het gevoel had van ah, dat is echt een hechte groep ja, mm -hmm. en die, die vechten allemaal samen. Um, en voor mij ja, die tweestrijd tegen Lyon is daar echt het perfecte oh, ja. voorbeeld van. Voor mij is wat je net zegt ook een beetje... Wat een, een asterisk altijd is op Mourinho zijn carrière, is... Hij werkt... Het is moeilijk voor hem om met supersterren samen te werken, heb ik het idee. Want hmm. hij leert Drogba wel kennen, ook in die, in die dubbele confrontatie met Marseille. Leert hij kennen en zegt hij ook: van, Dat is iemand die ik nodig heb. Dat is geen superster, maar dat is de boy die mij in grote momenten iets gaat brengen. En hij heeft het altijd moeilijk gehad met zo de allergrootste supersterren. Hmm. Want met Ramos heeft, heeft, heeft dat ook een paar keer in de clinch gelegen. Ja. Ik, ik denk ook dat hij, Ronaldo, dat zou ja, veel beter kunnen zijn ja, no? dan het eigenlijk is. Ik weet dat hij met Dingeske, um, Pogba, ja, ja. Pogba, was bij United ook echt de superster ja. op dat moment. En dat was aan het begin al duidelijk. Van, ik denk wel dat Mourinho soms ergens moet laten bewijzen: van ik ben de baas. En als dat betekent dat je de top guy eruit moet vegen, maar dat die andere tien hun level gewoon omhoog stippen, ja. Omdat zij weten: van ik ga dat voor u ga ik door het vuur. Ik denk dat hij bij Porto daar een beetje zijn origine in vindt. In, in het ja. zeggen van hij is een coach die het team, het team moet volledig werken in de functie van Mourinho zijn mm -hmm. plan. En. Zo zien we het bij Roma altijd, daardoor mede een conference league. Hij haalt een Europa league finale. Hij wint met inter-Champions league finale. Ook omdat al die boys hun plek kennen. Het, het is niet dat Snyder zichzelf boven dat team verheerlijkt ja. Of dat nee. Etho zichzelf boven dat team zet. Omdat iedereen in functie van Mourinho speelt. En dat is het interessante op wat jij zegt. Want alle sterren of supersterren die het wel aanvaarden. die hebben allemaal topseizoenen gehad ja. Onder Mourinho. Ja. Als een Snyder, als een Etho. Um, zelfs een Harry Kane bij Tottenham... Zelfs Kaká en Di Maria hadden de redshirt bij Real. Ja, maar... Ja, Eusiel was dan... Kaká en uh -huh. sorry. Snapte wat ik bedoel? Uh -huh. Maar... Het is, het is heel raar dat dezelfde coach, mm. met dezelfde type speler, dat het eigenlijk gewoon draait om... Volg je mij of niet? Ja, yeah, ja. Pretty <laughs> Daar kom je mee. Ben je het er mee eens dat je van 60% bouwbezit naar 35% ja, gaat? Ja. Want het is dezelfde methode voor iedereen. Snap je? Als je mij volgt, dan maak ik van nu een superster. Als je mm -hmm. mij niet volgt, ja, aan de kant. Ja. En dat is wel gek. Ja. En je ziet dat het werkt uiteindelijk. Want als je kijkt bijvoorbeeld... Vaak een team heeft een mm -hmm. superster in de spits of zo. En dat helpt mm. al, bijvoorbeeld bij Mourinho, vaak mm -hmm. zijn beste speler. Ofwel een middenvelder, ofwel gaat het van die defensieve kracht. Mm -hmm. Dus ego gaat al minder zijn bij zo'n speler, ja. Het is niet alsof dat één spits was, hij scoort tien goals en we did it. Nee, absoluut. Jij ziet True. tegen Manchester, Benny hij prikt er even twee. Volgende <laughs> de wedstrijd is een deco. Nu mm -hmm. zien we man die spreekt. Dus je ja. ja. Iedereen dat kan van elke kant komen in Everybody het Mourinho. Mourinho. Maar is het we? gevoel dat je krijgt is iedereen is wel klaar voor dat moment om zijn moment op te eisen. Snap wanneer te? het er komt. Yes. Ja. Nee, dat is absoluut wel. Dat is misschien wel ook wel iets typisch aan die snapte. Maar dat is dan dat is dan toch dat die ja, dat is... niemand moet de dus ster zijn, maar iedereen moet klaar zijn voor zijn moment. Te ja. ja dat maar dat dan, die moet dan toch ook veel meer doen dan gewoon op het veld coachen. Want die krijgt, die krijgt spelers echt ja. in, een, in een soort van andere ja, ja, ja. mentale ik vond, staat. Ik vond dat heel duidelijk in, in de documentaire die dat die da met Spurs was. Uh, ik weet hoe heet die meer? Uh, All or Nothing. All or Nothing van, van Tottenham toen daar ja. Mourinho daar zat. Of was het uh, ja, was bij, ja, Mourinho, Spurs, ja. Daar ja, bij Spurs. Ja. Dat ook mee, met, met Danny Rose op dat moment praten en met Deli. Ellie. En ook zegt van: Deli Ellie was op dat moment na Thomas Muller de beste schaduwspits die je kon hebben. Ze dus mm -hmm. had er, Messi buiten aarde gelaten, natuurlijk. Maar, ja, ja. <laughs> hij was echt die guy waarvan je zei: van, hij, komt, hij komt aan in de box. Of hij is net die spelverdeling net achter de spits. En hij laat het lukken. En op dat moment ja. denk iedereen ook van ah, Spurs gaat voor die titel gaan. En Mourinho zegt ook: van, genre, Ik verwacht veel meer van u dan, dan, dan de flitsen die jij laat zien. Ik wil dat je consistenter bent ja. op het veld in plaats van op de statistieken. Ja. En ja, je ziet het bij Real: Is er iemand uit gaan, Bij United gaat er iemand uit. Bij, um, bij Tottenham gaat er iemand uit. Er is altijd iemand die misschien te veel een ster is, echt om, mm. om dat, kunnen opbrengen voor Mourinho en ja, ja. dan haalt je het niet. Mourinho gaat liever met tien soldaten dan, met, dan met twee supersterren snap je? Dus. Ja. Hij, is die strenge, hij is die strenge leerkracht die je ooit had. Hij gaat maar ja. zo van... Maar zo'n vijftien jaar later, je kijkt zo terug en zegt... Hij ah, had gelijk. is ja, ja. Maar Dele is het beste voorbeeld. Ja. Want we hebben echt op camera gezien dat hij tegen hem zegt van... Ja, als je blijft doen wat je doet, denk ik dat je binnen een paar jaar hmm. nergens zit En hmm. zijn carrière is inderdaad zo veranderd. En ja. om dan terug te komen naar Porto, ik vond ook, en dat is wel voor Porto als voor, voor Monaco van dat jaar, eigenlijk opmerkelijk hoeveel spelers er na een transfer krijgen ja. naar een, een topcompetitie. Mm -hmm. Ik denk ook dat ze op dat moment weten dat ze echt het maximum eruit hebben gehaald Het feit dat ze na die, na die, die kleine treble dan met de Europa League nog, nog de meeste hebben kunnen bijhouden en niet een leegloop hebben gehad ja. en daarna kunnen pushen voor die Champions League, dat was echt wel een beetje het lijst dance gegeven van... Ja, Hoger dan de Champions League winnen, snap je? Ga nu je geld pakken. Niemand Deco, gaat zijn, nee. Deco gaat naar Barça. En plus de coach zelf gaat naar Chelsea. En neemt ook nog twee of drie mee, want hij weet van het voetbal dat ik ga brengen. <laughs> ik moet drie soldaten brengen die in de kleedkamer ja, 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 ja. kunnen uitleggen van zo wint je wel dingen. Dat is ja, ja. de Oda Mourinho, snap je, voor, voor dat te kunnen brengen overal. Ja. In de halve finale komen zij tegen Deportivo La Coruña. Ja. Dat Denk is een daarloog die jongeren vandaag misschien zelfs niet gaan kennen. Ik wou niet zeggen, ik denk dat er veel mensen die ploeg alleen gaan kennen van zo'n fifa challenges naar Road 1A of zo. is. Roto 1A? Ja, maar zo die, die Road to First Division ja, of fifa van, ja, ja, ja. Ik pak een, een ploeg van vergaande glorie, want dat is Deportivo. was. Ja, heeft, heeft ook hoogjaar gekend. Hij heeft Tuurlijk. een keer voor de titel ook nog gespeeld begin 2000. Dus het ah, ja, is een club die in die periode heel groot was. En, ja. en het feit dat die een halve finale Champions League haal ik. bedoel, dat, dat is, dat is ja. geen toeval. Dat is. En ja. dat was dan ook natuurlijk hè, het Spaanse voetbal, waar wij twee dan heel ja. verliefd op zijn: het heel aanvallende voetbal. Mm -hmm. Dat wisten de mensen toen waarschijnlijk niet. Maar vandaag weten we het wel zeker. Ja, ja tegen wie wil je niet vallen? Dus <laughs> zo die, Mourinho. Ja. Het is halve finale. Um, we hebben gekozen om de mensen een beetje de beelden te besparen, want het is een 0-0. Ja, dat is de enige die een beetje droog er, was, hè? Dat ja. was. Dat was een finale voor Mourinho, hè? Ik denk, als je Mourinho zou willen bestuderen, dan moet je het volledig bekijken, de ja, wedstrijden. Ja. Ja. Omdat je er heel veel uit zal leren. Maar het zijn geen highlights waarvan je denkt, ja. dit moet gaan de mensen tonen. Ja. Maar we hebben er wel de actie van de goal ja. Um, ja. uitgepikt. Um, en ook omdat er weer een naam... Opduikt, zoals eigenlijk al in, vanaf het begin van de episode. En dat is uh, de vriend van Gilman. Deco. Yes. Deco, de man met mm. een gezicht waarmee je een bank kunt overvallen. De penaltyfout. Crochet, ja. ja. acceleration en dan... En dat, dat, is, dat is genie voor mij. Dat hmm. is echt de, een domme penaltyfout ook. Ja, ja, ja. Zeker met deze We guy. Bro, als je, als je deze, deze kale schijt ziet... Je, <laughs> Molina, denk je dat Ja, is? Ja. Colina Scolina? Bro. Ja, ja. Je weet het al. Hè. De meest legendarische... Ja, Gilles, ooit? Natuurlijk. Na Jerome en solo is dat wel. Uh... Nou, nah, ik zeg Jerome. Scolina. Dat is weer die Molina. Die heeft als, als scheidsrechter op de cover van een, een voetbalspelletje <laughs> ik gestaan. Zeggen, snap je? ik weet niet of dat mensen dat beseffen. Yes. Tegen snap De keeper we? die heette wel Molina. Ja. En dat was het. Uh, derlei die de penalty ja. mocht nemen. En Derlei is dus ook zo'n speler, hè, zoals we daarnet net zeiden. Ja, over de hele campagne scoort hij misschien twee of drie keer. Ja. Maar het zijn al die kleine doelpunten ja. die ervoor zorgen dat zij er altijd doorkomen. Oh. En ja, ja dat, zijn, dat is voor mij ook zo de eerste... Nogmaals, omdat we toen de Portugese Liga niet echt volgden of zo. Mm -hmm. Maar ik denk... Wanneer zijn mensen Mourinho beginnen haten? Dat jaar. <laughs> ik, denk, ik, denk, jaar ik, denk, ik denk hier zijn ze <laughs> nog fan. Ja, ja je? Ja, ja. Ze, vanaf... ze, ze hebben nog niet te veel horen praten. Ja, ja, zo. Vanaf dat hij die grote mond had bij Chelsea oh, toen, oh, toen. Vanaf dat hij zichzelf de special had. Dat is ja. het publiek, hè? Maar je moet denken: United verliest op een vrije trap die de keeper lost <laughs> een <laughs> minuut voor, <de laughs> voor het einde en die wordt binnengetrapt. La Coruña verliest op penalty. een 0-0-0-0 met een penalty ja. op een fout op Deco die die net niet eens naar net, de goal liep, ja die net naar de goal liep en die net op tijd de bal tikt. Mm. en penalty. Mm. Scolina. ik denk ook Scolina is de enige rev tegen wie niemand ging. Ja, ja, ja. niemand. Je hebt gelijk. You're right. Ja, dus dat is wat ik bedoel met zo. Want omgekeerd en dat weet ik wel nog heel goed. Monaco was veel romantischer ja, ja, ja. En We hadden het over het feit dat er bij Monaco wel wedstrijden waren met heel veel doelpunten en zo. Ja. Dus voetballend gezien denk ik dat een neutrale supporter meer ja. voor een Monaco was. Die ook heel veel leuke spelers had. En een, een Fernando Morientes. En, weet je, en Presso En Ludovic Julie, ja. uh, Patrice Evra was daar ook toen. Dus ik denk dat dat is wat ik bedoel. Maar zo, wanneer zijn ze Mourinho beginnen haten? Waarschijnlijk ja. vanaf dag 1. Ja. <laughs> Omdat hij meteen. Ja, ik ga het geen anti -voetbal noemen. Want ik vind het heel goed tactisch voetbal. Maar hij kwam meteen met een plan van: ik ben hier om te winnen. Ik ben hier niet ja. om uh, jullie een plezier te doen. Mm -hmm. Snap je? Maar we zijn snel over de halve finale gegaan, omdat we ons richten naar de ja. finale. Marcus, ik wil voordat we over die finale spreken een vraag stellen. Van, denken wij dat we ooit nog zo'n finale kunnen meemaken in de toekomst? Nee. Dat is, er, uh, dat is eruit, denk ik. Het is nu het is sport van de grootmachten. Alleen zelfs toen was het zo. Hè. Dat, dat, ik denk daarvoor en daarna hebben we het niet vaak gehad dat we zo twee van die... Speciale parcours hebben. Dus ik denk dat toen echt gewoon de stars just aligned for that to happen. En dat je nu al geluk moet hebben als één van die teams. Nu een kan ja, ja, als één ervan kan doorstoten naar de finale. Snap je? Dus. Ja, het gaat inderdaad zo afhangen van welke loting is er in de, na de kwartfinale. Want we zagen het in, nu dit jaar 2023, dat het, het was Milan, Benfica, Inter en Napoli. Uiteindelijk niemand zegt op het begin van het seizoen dat één van hun vier een finale kan halen. Ja. Dus het is allemaal City, Bayern, Real, PSG. Uiteindelijk als die allemaal tegen elkaar komen, kun je het geluk hebben. maar... Ja. Dan ook nog eens het geluk hebben dat die elkaar allemaal uitschakelen voor, voor voilà. een halve finale en dat je er geraakt. Het is gewoon veel te moeilijk als je ziet ja. hoe, hoe dat voetbal nu geschapen is. Maar ik moet het ze toch maar geven in, in, in ja, het, het Porto van, van, ja. van Mourinho in, in, in hun 4-4-2 ruit, zoals we dat tegenwoordig noemen. Ja. Ze hebben het toch maar gedaan en zelfs in de finale liet ze het zien tegen ja. Monaco. Hè. Het is zo'n. Um... Mag ik zeggen? Damn, je... dat is een gekke brain That's crazy. Oh That's actually crazy. Lincoln een beetje. You can cut it out. Nee, nee, dat blijft er niet. <laughs> ah, dus als ik blijf zeven, ik ga dan gaan dan dat nog altijd niet clippen. Uh, nee. nee, ik stop nu bij zeven. <laughs> denk ik ben het vergeten. Al, maar, <laughs> vergeten. Maar terwijl dat jij je gedachten teruggeeft, Ik wil het hebben over die 4-4-2 vier, vier, uit, want ik heb de opstelling hier staan. Yeah. Uh, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, Paulo Ferreira. Costinha, Pedro Mendes, Manich, Deco. Dat klinkt ja. niet als echte namen. Dat is precies alsof ja, FIFA Zijn eigen team je heeft je gewoon gegenereerd. He. En dan Derlei en Carlos Alberto. Ja. Aan de overkant Monaco in een 4-3-3. Mm. En daar wil ik het vooral hebben over de drie vooraan. Want dat zijn wel namen die in het voetbal iets hebben betekend. Maar ik zal ook de <laughs> hele opstelling geven ja als ik tegen jou zeg Ibarra weet je wie dat is centraal allemaal we hebben, we hebben opgezocht we hebben ons werk gedaan ik maar weet niet nu ik wie doen. dat is natuurlijk. dat is wat ik bedoel ja, ja, ja. stond rechts rechtsback Rodriguez Jivet of Givet en dan Patrice Evra ja, ja, ja. En natuurlijk ja, ja. I love Mr. I love uh, football is geworden in middenveld, <laughs> middenveld van Cisse Bernardi en Zico's ja. maar dan de drie vooraan eh? Ludovic Julie die vertrekt ook naar Barça ja dus aan beide kanten vertrekt er een speler ja. naar Barça. Die ja. hadden duidelijk spelers nodig. Maar ja. twee jaar later, of een jaar later. In mm -hmm. nee, 2006 winnen ze Ja, twee jaar later. Ja, ja, ja. Als Milan winnen ze de Champions League. Ja. Fernando Morientes. Een ja. jonge Fernando Morientes. Ja. Morientes ja. uitgeleend, uitgeleend real. En dan op links Jeremy Rotten. Mm. Um, ik zou zeggen de Franse Frankie Verkater. <laughs> exact. Ah, exact. Hij zou hem moeten beschrijven. Ik weet niet of hij ah, ja. iets is of zo. <laughs> François Vercout. <laughs> dat is hoe uh, hij <laughs> <dat> is voor <uw> mij, <laughs> Maar Gilles, um, toen dat we dit zagen als affiche van de finale, ja. wat waren toen de verwachtingen en hadden we gedacht dat Porto die finale zo ging winnen? Niet op die manier. Ik denk als je op voorhand kijkt naar uh, die ploegen, dat het allebei geen grote namen zijn. En nee. allebei ploegen zijn die echt in hun toernooi ook zijn gegroeid. Ploegen die, die allebei niet in de groepsfase zo overdenderend waren dat je zou denken van, ah, die gaan voor de finale spelen. Ik denk dat we, we hebben het gezien. De ploegen die ze hebben geklopt zelf ook. Um, zowel de ploegen uit Italië, uh, Milan, and Liverpool, and United, uh, Real Madrid, Barcelona. Dat zijn allemaal ploegen waar we iets meer, denk ik, op het begin de het verwachting van hebben, van die gaan voor die titel mee. Ja. En dan is het heel open. En iets typisch Europees finales, is dat die, dat die vrij saai verlopen. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar het scoreverloop, is het, is het niet. Ja, je zou het bijna dominant noemen, wat uiteindelijk ook niet echt was. Nee, maar het is nee, wel. Nee. Ja, uiteindelijk wel bijna een Is Snap ja, ja, ja. ja, ja, ja. je? 0-3 Casca afgeven zeg wel, dan geeft je kask af en je stond met PlayStation spelen. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze wel laten zien dat ze, dat ze voor de ook gewoon ja. zo efficiënt kunnen zijn en, en vooral dat Monaco het niet heeft afgevoerd. En voordat ik de beelden afspeel, ik denk dat dat misschien de perfecte manier is om die finale te beschrijven. Porto was niet dominant, mm. helemaal niet, maar toch had je het gevoel dat Monaco kansloos was. En dat is heel speciaal om dat gevoel toch te kunnen creëren. Van, ja. Het is niet dat wij per se de andere ploeg wegspelen of zo. Maar eigenlijk als je die wedstrijd hebt bekeken heb je zo het gevoel van ik zie niet op op een moment. Monaco heeft natuurlijk wel kansen laten liggen, maar ja. we gaan even de doelpunten erbij pakken natuurlijk en ja. ra ra ra. Deze net voor de rust. Wie zijn de jongens die nog eens zullen vermeld worden? In minuut 39. Paulo Ferreira denk ik nog niet vermeld by the way. Ook iemand he, die ja. doet zijn transfer ja, ja. ook naar Chelsea samen met Carvalho en Mourinho. Het is trouwens Carlos, Carlos Alberto. Alberto. De, Want Benny, was, was, Benny was geblesseerd? Ja. Benny McCarthy. Was, Ali was uitgevallen. Ja. Toen vieren zonder uh, shirtje, shirtje nog mocht, joh. Nee, nee, die heeft je gekregen. Zo. Ja, maar. Heel, maar het Mensen mocht. deden er niet schandalig <laughs> over, snapte. Uh. Maar plus in je chapjes, dus ik vind dat broer. Ja, Zolang ja. dat je niet al bent hebt broer. Maar kijk, kijk naar die swag. oorbellen, plakkertje erop. Snap je? Neusplakker, maat niks aan dat zijn. Doe neus. <laughs> denk, dat doet <laughs> me echt denken aan die oude pes games, man. Ja, en ook zo geen var. Dus is het of side of niet? Who cares? <laughs> dat is wat ik daarnet ging zeggen. man, Er zijn zoveel dingen die ook gewoon mee moeten zitten. En dat is het tweede doelpunt van Porto. En uh, dat is een beetje wat ik bedoel met zo het kansloos gevoel, omschakeling. Monaco moet pushen. Mijn vriend. Maar je ziet ze zo terug achteruit lopen met drie. En eigenlijk zo. Terwijl dat ze achteruit lopen, voelt je al aan van. Dit is, ze gaan gewoon scoren, vriend. Ja, het was, het was. Je zijn aan het lopen omdat dat goed op beeld is. En dat, dat oogt goed voor de coach. Maar Naartoe. dit eindigt gewoon. En dan zie je ook aan, aan Deko hoe hij afwerkt. Weet je? Ja, hij controleert ja. de bal. Hij legt hem nog eens goed. Dat was, dat was zonder stress, ja. hè? Maar hier zien we het mooi. Hè? Dus terug Meeraan omschakeling. Balrecuperatie. En kijk hoe snel het gaat. Mm -hmm. Wel snel kon... ingestapt van, van die slecht ingestapt. Maar ja, wat kan hij doen? Het is drie ja. tegen drie. Het is een beetje basket. En dan de 45. En ik heb hier gewoon goede bloedige tegenvoets. Ja. Tegen en je ziet het weer al: hè, vier mensen in de 16. Terwijl dat je maar je net aan het verdedigen snap je? Dus Mourinho heeft echt wel ja. erop gehamerd dat die ploeg in die omschakeling zo sterk is. En dat vanaf dat je de bal wint, we lopen allemaal naar voren. En 4-4-2, dat betekent dat er al twee mensen eigenlijk voorin staan. Dus die maken de brede loopacties en zorgen ja, ja. dat er ruimte komt. En die is een afslachting, joh. Vijf minuten later, ja, dan moet Monaco bah. komen. Dus dan is een compleet. Nee, afwerkingen vroeger waren echt beter. Ja. Man. Alleen niet, Chef. Er werd, niet, er werd geen blabla gedaan, nu Het was goeie... niet binnenkant voet, duwt ja. in de verste Nee, het was je trapt met uw vreven, waar dat u veters zit Hartstikke hard. door de bal. Ja, broer. Ja. Alleen niet, Chef ook een goede joker uiteindelijk geweest. Ja. En, ja dat en dat is een hele team ook gebruikt. He, ja, en dat is, dat is ook voor mij, een, ik heb het daarnet al gezegd, hè, een van de kenmerken van dit team is. Ja, wie er moest staan, stond er. Wie mm -hmm. moest invallen, viel goed in. Mm -hmm. um, er was geen superster, er was ja. geen, alles moet via hem gebeuren. Maar het ging echt puur om iedereen heeft een rol, iedereen ja. gaat belangrijk zijn. En dat is het beeld dat ik, waar ik wel van hou bij Mourinho, is altijd het ijzig kalm. Ja. Charismatisch. Hij ja. heeft, dat zelfs, heeft, dat, heeft dat heel zijn leven gehad, de, de coolte kunnen bewaren om te zeggen van okay, bijvoorbeeld bij Roma is dat heel vaak, hij is nog bezig met een wissel. Hij ziet een goal vallen en zegt: ah, Oké, okay, nee, jij gaat dit doen, jij ja. gaat dat doen. En terwijl iedereen rond hem is bang, is ja, ja. bozo aan het gaan. Hij heeft zoiets van: Oké, okay, nee, ik wil die wedstrijd winnen, dat is het belangrijkste voor hem. Hij dacht: Hij is decon, boy. Hij heeft een beetje geluk. Een beetje geluk. Kampioenengeluk, daar hoort er ook bij. Hè? Wie heeft er geen klein beetje geluk om kampioen Snap, te worden? Kijk hem gewoon op de vreef. Alleen, <laughs> als keeper! Als keeper kwam gewoon weg. Ja, man. Als je dit doet, ik bescherm mijn ja. gezicht, ik bescherm mijn kruis, zo. Alleen niet chieven met een Veters door de bal proberen te jagen. En dan natuurlijk oh, de mooie mooi, beelden. Mooi. Ja, dat is dat is echt de vreugde, snap je? Het is niet, want ik, ik denk op, op voorhand hadden ze ook de persconferentie gedaan. En ik weet, Deschamps bijvoorbeeld, hij zei van ja, hij verwacht van Mourinho dat ze defensief en negatief gaan spelen. Dus ik ergens geloof ik wel dat Mourinho na 3-0 wel dacht van praat. Ja. Snap je? Want Monaco sebo, en dat is wat iedereen graag heeft die underdog die mooi speelt en uiteindelijk verliest en we zeggen oh what if en oh zo jammer. Amorino heeft even getoond: van kijk, wij zijn hier niet om. Snappen? Nee, absoluut. Wij zijn hier niet om hier te sneuvelen. Wij komen tot het einde. Ik zet dan en dan straft hij ze gewoon af van de jongens die aan het vieren zijn. Maar dat is ook wel goed hij, dat je dat vermeldt bij Monaco. Ja, daar was Didier Duchamp, ja. trainer. En als je dan kijkt naar de spelers en de coaches, de wing die ze hebben je afgelegd. Dat maakt die finale voor mij ja. nog legendarischer eigenlijk. Ja. Het feit dat alle namen die daar zijn gepasseerd. Als je dan kijkt naar de, de carrières die ze hebben afgelegd, dat was echt het begin van iets. Ja. Dat, 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 dat kun je bijna niet onthouden. Het is in retrospect bijna nog een indrukwekkendere finale, omdat je ziet van, al die boys zijn van, vanuit dat punt is het eigenlijk begonnen. En zijn die allemaal ja. hun ja. eigen weg opgegaan, sommigen allemaal samen naar Chelsea. En ik weet dat Josebo was een jaar ervoor al was. Ja. Dus die gaan misschien spijt hebben dat hij hier niet Ja, Hij was er, hij was er. Ja. Het was, het was nog. Ja, hij is daarna naar Chelsea ja. gegaan. Maar ook, ja, het, is, het is gek om te zien hoe dat die allemaal hun weg hebben gevonden naar de top van het voetbal. Ja. En, en... Zelfs nu nog aanwezig zijn als ik kijkt naar Leverkusen. Mm -hmm. En we hebben dat een paar keer gezegd van uh, Mourinho bijvoorbeeld, Ferreira, Carvalho volgen hem naar Chelsea. Carvalho volgt hem ook nog naar um, Real. Maar ook bij Porto was dat dus zo. Hè? Dus ja. Derlei bijvoorbeeld kwam van zijn vorige club. Um, want hij heeft dus bij Ficac dan, dan nog een, een, ja. een, een, een andere club. Dus Derlei heeft hij meegenomen. Nuno nog ook meegenomen. Vandaar, dat is echt iets. Hij heeft, hij heeft wel een bepaalde loyaliteit aan zijn spelers ook. Ik weet niet hoe hard dat de, de, die, die groepsfeer impactt. Ja. Nou. Maar dat ik is wel denk... iets dat je door heel zijn carrière ziet, ook vandaag bij Roma, met Matic. Ik heb, ik heb je gecoacht toen, ik neem je ja, ook true, mee, snap je? True. True. Ik, ik denk dat dat vooral is omdat ik denk dat trainers principes hebben. Ja. En die principes, hè, vaak zoeken ze naar de juiste profielen om, om te weten van, ah, dat is mijn verlengstuk op het veld. Ja. En ik denk dat Mourinho, die maakt zo loyale kapiteinen eigenlijk in zijn, in zijn teams, dat hij zoiets heeft mm. van, ah, als ik er eentje kan meebrengen naar ja. waar ik naartoe ga, ah, mm. nog beter, want die snapt perfect. Wat ik wil doen of zo. Ja. Maar ik vind, ja, ik heb het al gezegd, hè, maar ik vind het ook gewoon indrukwekkend dat ook de twee coaches eigenlijk van die finale grote dingen zijn gaan, grote doen. Dingen zijn gaan doen. Want Deschamps, Champ ja, met Marseille, ja. maar dan ook gewoon met Frankrijk. Met, met Frankrijk. Ja, Is hij niet de beste bondscoach van de voorbije jaren? Ja, als zal je... hij of Del Bosque zijn toch? Ja, maar na Del Bosque denk ik dat het gewoon Deschamps is. Joachim mm -hmm. Leu zal daar wel ergens nog tussen zitten. Ja. Mm -hmm. Maar als je elke keer snel je ja, ja dat. is een beetje crazy, man. Ook als kapitein zelf met Frankrijk nog een, een WK-ronde. Ja. Dus uiteindelijk de Rode Draad, dus zijn carrière is toch ook wel. Mm -hmm. op, op topniveau wel overal erin staan. Het is jammer voor hem dat hij het, tegen Mourinho moet ontschelden. Maar langs de andere kant, als ja. Mourinho dat niet wint, wie weet. maken we de voorbije 15 jaar het voetbal niet mee. Snap je? Ja. Dan is het helemaal anders. En dat is dan uiteindelijk het enige dat ontbreekt? In zijn carrière ook coach? Bij de coach? In Champions League? Die Champions League. Ja, als, coach, het... ja. als coach, ja. En bij Mourinho zal het misschien het Bonscoachop zijn hè, bij, ja. kort. bij Portugal of zo. Het is, uh... mm. Wanneer dat Roberto het op geest. Ja. <laughs> <laughs> niet dat we erop hopen, hè. Nee, nee, absoluut niet. Absoluut. Nee. <laughs> sommige mensen hier in de studio zullen we toch wel zeggen dat. Maar als je dan kijkt naar uh, dit Porto, hè, 2004. En vooral José Mourinho dan. Ja, heb je ergens niet het gevoel dat hij toch wel een trend is begonnen van. Dus zou ik durven zeggen: grote ploegen zijn, je kunt ze verslaan. Er is een manier om die grote ploegen te stoppen, zonder dat jij zelf per se de beter moet zijn. Ja. Ja, ja. Ik denk wel dat hij echt heeft laten zien: van, je mocht zo goed zijn als je wilt, maar als je niet scoort tegen mij, heb je geen mm. kans. En ik denk dat met Inter vond ik het nog net iets meer omdat hij daar wel de goede speler hij had. Hij en dat een paar keer gedaan. had een Eto'o, Milito en een snijder waar je ook dominant voetbal mee kunt spelen. Dat, dat, dat kan echt wel. Maar tot hmm. op dat moment wel gewoon gezegd: van, ik, ik ga, ik ga verdediging het stabiel houden. En ik zorg dat, dat mijn team het net zoals dat we Deco hebben zien ja. doen. Met twee passen kan hij aan de overkant geraken. Mm -hmm. De snelheid van een Eto, de, ja hoe dat, hoe dat Milito kon afwerken als geen ander in, in, die, in die jaren onder Mourinho. Ik denk dat hij daarin gewoon heeft bewezen: van, Met mijn type voetbal kan ik winnen. En dat is doorheen heel zijn carrière met Chelsea nooit ja. het mooiste voetbal gebracht, maar hij heeft wel dingen gewonnen. Hij heeft bij Roma nooit het mooiste voetbal gebracht. Hij is wel gewoon de eerste die met hun een Europese trofee won. Dus ja. er, er zijn zoveel ja, coaches geweest, ook daarna, we kijken naar Simeone, maar Simeone heeft, niet, heeft die Champions League niet gewonnen. Weet je. Ook ja. al het cholismo was mooi, maar wanneer Ramos er, eraan kwam in, in die 16, was het gedaan, snap je? Dus die momenten is misschien wat Mourinho nog zal onderscheiden van coaches zoals in Simeone. Mm. Maar je hebt bij Mourinho bijna het, gevo het gevoel... Doorheen zijn carrière gehad dat dat niet kon gebeuren tegen hem. Ja. Weet je, wat, wat Simeone meemaakt, ja. hij kon niet voet... blunderen. Ja. Hij kon niet verliezen op die manier. Ja. Dat is toch? Ja, 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 ik snap voor ja, je Het je heeft lang dh. geduurd. Want, uiteindelijk, ik denk wel in de latere jaren van zijn carrière, zeker met het, de laatste keer bij Chelsea was er te veel aan, ja. die keer bij Tottenham. Dus eigenlijk ook, ja. Genre, als hij al niks wint met Tottenham, dan gaan ze echt niks winnen. Dan verder ook een <laughs> beetje beseffelen. Maar ik heb ook zo de indruk van. Ja, het, is, het beste is er wel afgewezen bij Mourinho. Dat echt wel. Terwijl bijvoorbeeld, ja. we kijken altijd, hij, zijn eeuwige rival is dan altijd Guardiola in de ja. oog van het volk. Guardiola heeft wel nog gewoon Champions League gewonnen met, mm -hmm. met Manchester City nu op dit moment. En is daar ook gewoon een fantastische dynastie aan het uitbouwen. Dus het, het getuigt ook wel van. Ja, Guardiola, dat dominant voetbal kun je alleen maar brengen met een topclub. Dat kun je niet doen als een club het budget heeft van een middenmotor, in welke competitie dan ook. Mm. En wat Mourinho doet, kun je ook niet blijven doen met topclubs. Real Madrid ja. kon ook niet. Blijven dat voetbal spelen en op de omschakeling spelen, die moet op een bepaald moment ook dominant worden. En hetzelfde geldt voor een Chelsea, hetzelfde geldt voor een Tottenham, minder mate, ook al winnen die niks. Hetzelfde geldt voor een Roma. Dat is geen ploeg die ja het dominante voetbal in Italië kan brengen. Dat gaat mm. altijd een Juventus zijn. In het moment dat hij een Napoli inmiddels nog in Inter zijn, maar Roma is dat niet echt geweest. Zeker nee. nu niet meer gaan ze dat niet worden. Dus ik denk dat hij ook wel weet wat zijn wat zijn limieten. Limiet, ja. Die gaan ook geen Champions League nee. meer winnen. Hè. En misschien een vraag voor u, Marcus. Mm. Omdat ik denk wat mooi is aan het, het verhaal of het jaar van Porto. Ja. Voor mij is dat ook een herinnering dat het wel zo is dat Mourinho topspelers of mooie voetballers. wel altijd mooi heeft laten kunnen voetballen. Ja. We hebben zo naar gelang het, einde, alleen, of zo naar het, lang het tweede deel van zijn carrière. een, 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 een foute perceptie beginnen scheppen: van Mourinho speelt geen mooi voetbal. Ja. Dus ook die mooie voetballers spelen geen mooi voetbal, hmm. maar hij heeft het hier over een snijder. Ik heb het daar net gehad over een Eusil en we hebben vandaag ja. deco en Manis, maar vooral deco. Eigenlijk heeft hij wel altijd, het is hem altijd wel gelukt om die mooie spelers hmm. ook wel op het beste van hun kunnen te krijgen. Of ja. wat? Is dat iets dat wij fout bezien over Mourinho? Ja, dat denk ik wel. Ik Denk dat hij ergens niet genoeg krediet heeft gekregen voor het type coach dat hij is. Snap je ergens dat hij een beetje misunderstood is? Wat is voor jou misschien het type coach, als je zegt het type coach dat hij is, wat is dat voor jou? Dus sowieso, je mag ervan uitgaan dat als je Mourinho binnenhaalt, dat je een defensief sterk team gaat hebben. Maar mm -hmm. defensief sterk zijn is niet per se negatief. Als of is je dus... niet per se anti-voetbal. Voilà. Als je bijvoorbeeld nu naar de wedstrijden gaat terugkijken van die 2004-run. Zelfs de wedstrijd tegen Partizan Belgrado. Je gaat zien, En allebei de teams, hè. je gaat daar mooie stretches voetbal zien en een ja. combinatiespel, snap je? Maar hij heeft wel een specifieke stijl. Hij houdt van zijn omschakeling. Organisatie. Hij is heel tactisch, ja. heel georganiseerd. Dat wel. Maar ik denk dat mensen daar iets een, een te negatieve draai aan hebben gegeven. Zoals Gilles zegt, hij is ook realistisch. Je kan met Porto niet spelen zoals je met de Galacticos zou hebben gespeeld. Hè? Mm -hmm. snapte. Dus daarin is hij zeker in de. de, de ja, de tweede helft, laten we zeggen, van zijn carrière een beetje ja, onderschat in geweest. Hij heeft het zichzelf ook aangedaan. Mm -hmm. Ik denk dat zijn coachingmethodes ook niet genoeg mee geëvolueerd zijn. Oh. Als we praten over Brian Mourinho, praten we over iemand die gewoon back-to-back -back Europese prijzen heeft gewonnen met Porto. Mm -hmm. nee, is... En dat is niet ja. iets dat je dat is, dat is niet negatief. Wie gaat dat ook doen? Snap je? <laughs> dat is iets dat we nog nooit gezien hebben. En zelfs nu, ik vind het moeilijk om zelfs te zeggen: Hij heeft een trend gestart, want ik heb zo het gevoel. Hij heeft bewezen dat hij de special one is. Want alle voorbeelden die lijken op Mourinho, gaat Mourinho zijn bij een ja, ander. Ja, 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 Snap je? Dus. dus. Er, er was een, hij heeft een blueprint gelegd ja. voor kleine ploegen om er meer uit te halen. Ja, ja. Maar ze gaan nog niet halen wat hij eruit ja, heeft. Ja, man. Dus. Er is maar één. <laughs> hate him or love him. Er is maar één José Mourinho. De jongens als deco, missen we ze? Ja, man. Dan moet ik zeggen, er zijn wel. Ik, heb, ik had met een Bernardo Silva bij Monaco had ik ook wel dat gevoel. Dat ik bij Deco mm. had, dat is ook iemand die vanuit het niks iets kon creëren. Al deed hij dat met meer baltoetsen. Toeval dat ook een Portugees is? Of? Nee, dat is zeker geen toeval. Ik denk als je kijkt naar wat, wat de Portugese ploegen doorheen die tijd hebben opgeleid, ja. al sinds begin 2000 tot en met nu. Daar komt elk jaar komt daar een fantastisch talent uit. Die zit, ah, bedoel, als je kijkt naar wat Benfica heeft verkocht in de laatste jaren, van mm. Ruben Diaz, Ederson, ja. Renato Sanchez, Joao Felix. Bro, daar, daar komen zoveel jongens uit het Portugees voetbal. Dus, er gaan er altijd blijven komen. Um, of dat ik ze mis, ja, misschien decal zelf gewoon wel. Maar er zijn, er zijn zoveel mm. goede spelers en gaan altijd goede spelers zijn. Het jammer is misschien dat ze nu bijna allemaal direct naar dezelfde clubs gaan. Mm -hmm. Ik denk een goede speler zit nu waarschijnlijk bij een van, van de zeven, acht selecte teams die, die ze kunnen kopen. Terwijl dat, dat het wel leuk is om te zien dat er kleine ploegen waren die op de juiste momenten konden pieken en zo ja, een ja. Champions League konden winnen. Wat dat, Denk ik, nu al, al, al bijna onmogelijk is. Want als je kijkt ook bijvoorbeeld naar de underdogs die nu in de finale staan, of dat je nu kijkt naar een Inter, of dat je nu kijkt naar, naar een Tottenham, dat is, dat is meer vanuit een collectief gegeven dan vanuit een aardig één geniale speler ja. die, die het allemaal doet kantelen. Ik heb twee puntjes die nu nog random in mijn hoofd springen. Ah. is eigenlijk omdat we het daarnet hadden over hè, Mourinho, die zo zijn spelers graag wilt meelaten laten volgen of wil ja. binnenhalen of wat is het allemaal of spelers met wie hij al heeft gespeeld of gewerkt alleszins in zijn ploeg hebben, is dat we ook vaak vergeten ja Deco na Barça Chelsea ja, ja ik ging ook naar Enig Chelsea en ging gewoon in Chelsea dus die, die, na die passage heeft hij ook iets van ah, Goh, is daar ja. geweest, is je... Daar zit nee. waarschijnlijk een werking die beter ja. bij mij gaat passen, of ik heb een nieuw avontuur nodig, ja. ik ga daar naartoe. En twee is, en dat is een beetje terug de link, um, Monaco en uh, Benfica, mm. um, Porto, sorry, is dat wij met Patrice Evra zitten, we zitten met Bosingua, we zitten met Paulo Ferreira, we zitten met Carvalho, die eigenlijk de komende tien jaar... Een van de beste. Ne? Gewoon allemaal een van de beste verdedigers ja. zijn. Op aarde, dat collectief is gewoon zo sterk. Ik denk dat dat, dat is ook iets dat vaak wordt onderschat. Hoe, ik denk dat Juventus daar het laatste goede voorbeeld van was. Van als je jongens hebt, drie, vier jongens die al zo lang samen spelen, dat gaat wel goed. Komen. Ik weet dat Barzagli, Bonucci en Kielini hadden dat ook. En, ja. en Buffon daar nog achter. Dus dat was echt. Ja, Italiaans Italiaanse wist ook van. Je moet eigenlijk maar op zes posities iemand kiezen. Want die vier, die zijn al, dat, je mm. pak gewoon die vier meegebouwd. De rest van het team daar rond. Ik denk dat, dat bij Portugal en, en mede door het, het Porto van Mourinho was dat ook van. Die wisten van. Okay, deze drie, vier gasten, ja, die, starten. die hebben de Champions League ja. gewonnen, die hebben de Europa League gewonnen, die hebben de dubbel in eigen huis gewonnen. Die starten en mm -hmm. daar bouw je je team. Dus dat is een voordeel dat de nationale ploeg ook kan hebben, dankzij één goede, goede team ertussen zit. Ik weet, ja. Bij Spanje is het altijd van ja, we pakken er vijf van Real, vijf van Barça en een van Atletico. En, 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 en dan lukt het wel. En, en bij Duitsland is het zeven van Bayern en twee van Dortmund. En, en, en ja, Kroos dan Maar dus, het, is, het is wel zo dat aan een, een sterke basis en een goed collectief, uh. hoe langer dat die samenspelen, hoe beter dat die uh, worden ja. ook. Dat is iets wat door Mourinho zijn carrière heen ook heeft gewerkt. En die weten ook waar dat ze aan toe zijn. En die weten ook ja. van, wij volgen Mourinho naar Chelsea en wij spelen het spel dat Mourinho wil. Wij gaan niet ineens... Onze twee centrale verdedigers zijn niet tegen de zijlijn plakken. We gaan gewoon hetzelfde voetbal blijven spelen. Ja, en daardoor worden wel. die ook gewoon beter. Net true. Ik denk, we gaan uiteraard nog door veel campagnes gaan eh, mm -hmm. in deze Champions Classics. Maar kunnen we er eigenlijk van uitgaan dat we deze waarschijnlijk sowieso in een top drie plaatsen op het einde van de reeks? Ja, man. Want dat is wel wat het echt betekent. In Tenzij de... dat ik de drie, winning, drie overwinningen van Milan ook nog mag bespreken. <lacht> <lacht> Maar ik denk het algemeen als je kijkt echt naar de geschiedenis van ja, de Champions League, ja. is, er zijn er natuurlijk nog andere, maar dit is toch eentje waarvan iedereen van denkt. This is a special one. Op de special one gaan we stoppen vandaag. Mm -hmm. Ik zou zeggen naar de kijkers toe, um, jullie mogen nu eigenlijk al beginnen bespreken in de comments wat voor jullie een legendarische run is. Misschien is er een run dat jullie graag zouden willen hebben dat wij bespreken. Laat het zeker weten in de comments. Ik ga Gilles bedanken. Ik ga Marcus bedanken. Deniado. Ik ga natuurlijk Vincent bedanken. Ik bedank de kijkers. En ik zeg sowieso al tot de volgende episode van Champions Classics. Pow!